Bijbelstudie Wim ten Hoven in Jeruel op 22 oktober 2021 over Jacobus 5 vers 4 tot en met 12. Er staat boven opwekking tot geduld. Inleiding. Een rijke ongetrouwde dame wilde haar nalatenschap bepalen. Er was maar één naaste verwant, een neef die haar geld hoopte te erven. Hij was altijd vriendelijk en voorkomend geweest in haar bijzijn. Maar zij had van andere mensen dingen gehoord die haar deden twijfelen aan de indruk die zij van hem had. Wat zij met haar vermogen deed, was geen kleine kwestie. Zij moest zekerheid hebben dat degene die het ontving er wijs en grootmoedig mee omging. Dus besloot ze de zaak in eigen hand te nemen. Op een dag stak zij zich in versleten kleren, zodat zij een dakloze leek, en ging op de trappen van het stadhuis liggen. Hij kwam naar buiten, schold haar uit en zei dat ze moest verdwijnen, of hij zou de politie bellen. Zo was zijn hart dus. Spreuken 14 vers 31. Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper. Dat was zijn werkelijke houding tegenover God. Om over na te denken 1. 1 Timotheus 6 vers 9. Wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten. Rijkdom op zich is niet verkeerd. Rijkdom rijk willen worden, wel. Hoe dan? Lezen Jacobus 5, vers 4 tot en met 6. Wee over de onbarmhartige rijken. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuw tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse machten. U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. God zegt over de jammerklachten van de werkers, wat hoor ik? God weet van het grote onrecht, het achtergehouden, niet uitbetaalde loon. Dus het gaat hier niet alleen om rijkdom op zich, maar hoe je aan die rijkdom bent gekomen. Jacobus geeft God één van zijn namen, titels, mee. Het dringt door tot de Heere Sebaoot, de Heere van de hemelse machten. Weet, rijken, hij zal in geval van conflict altijd van jou winnen. Met al je rijkdom kom je straks oog in oog te staan met de Heere van de almachtige legermachten. Jacobus geeft hier de negatieve visie op rijkdom weer, vers 5. U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen hartstochten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slachting. De oosterling belegde op drie manieren. Eerst in graan, opgetast in grote schuren, waarin het vele jaren goed kon blijven. Denk aan de man uit de gelijkenis die zei, ik breek mijn schuren af, ik ga grotere bouwen, dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen opslaan. Lucas 12, vers 17 en verder. In de tweede plaats belegde men in kleren. Kleding was kostbaar en werd bewaard in klerenkisten. Achan nam een rijk Babylonisch overkleed uit de buit van Jericho. Simson loofde kledingstukken uit als prijs voor de oplossing van zijn raadsel. Ten derde werd er belegd in goud en zilver. Het werd in potten gestopt en bewaard in de grond, de bank van de oude tijden. Nu treft Gods oordeel de rijken op alle drie de punten tegelijk.
Het koren stinkt de silo's uit, totaal verrot. Worden de klerenkisten geopend, dan vliegt het ongedierte, de motten, hen tegemoet. Goud en zilver blijken gecorrodeerd, geoxideerd als de geldkruiken worden opgegraven. Het gifgroene spul aan de handen treedt op als openbare aanklager bij de hemelse rechtbank. Het brandt als radioactief materiaal. Het verteert het menselijk lichaam als vuur. Jacobus zegt van de rijken: u hebt uzelf vet gemest voor de slachttijd. Slachtvarkens die zichzelf nog volslobberen, 5 minuten voor ze het mes op de keel krijgen. De Heere Jezus spreekt tot de Joden in gelijkenissen, Matthäus 13, vers 15. Want het hart van dit volk is vet geworden, hun oren zijn hardhorend geworden, hun ogen hebben ze toegesloten, ze komen niet meer tot inkeer. Maar tot de rechtvaardigen zegt hij, Matthäus 25, vers 35 en verder: ik had honger en jullie gaven mij eten. Ik had dorst en jullie gaven mij drinken. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en gevangen en jullie bezochten mij. Ze vragen hem: wanneer zagen wij u dorstig, naakt en in de gevangenis? Dat antwoord weten wij, aan het kruis. Daar zien we hoe ver God bereid was zich met de verdrukten in de wereld te identificeren. Wij verdienden die veroordeling voor onze zonden, maar wij kregen vrijspraak. Om over na te denken, 2. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood, en hij verzet zich niet tegen u. Zacharia, een vrome priester, werd gestenigd door afvallige Israëlieten. 2 Kronieken 24, vers 22. Zijn laatste woorden waren: mogen de Heere het zien en vergelding eisen. Stefanus werd gestenigd en riep: Heere, reken hun deze zonden niet toe. Handelingen 7, vers 60. Een groot verschil, of toch niet? Lezen Jacobus 5, vers 7 tot en met 9. Opwekking tot geduld. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Wat moeten nu armen doen? Christenen waren bij uitstek arm, berooid, vervolgd. Jacobus heeft vooral een woord voor hen, de onderliggende partij, vers 7 en 8. Je moet geduldig zijn. Je moet je hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. In vers 9 op een andere manier. Ja, jullie arme christenen, ga niet lopen mopperen, ga niet lopen zuchten van: oh, wat hebben we het moeilijk. Het gevaar van zelfbeklag is groot. Jacobus zegt: doe dat nou niet. Waarom niet? Want de rechter staat voor de deur. Hij zal het recht zetten, ja? Om over na te denken, 3. Moet er ook gezegd worden tegen vluchtelingen die in Bulgarije bij de zoveelste poging om asiel te zoeken in elkaar worden geslagen? Jacobus zegt dit allemaal kort voor het jaar 70, toen machtige Romeinse legioenen door Syrië trokken op weg om stad en tempel te verwoesten. De dagen waren barstend vol spanning, nationaal en internationaal. Ondanks dat waren de rijken aan het potten van je welste en lagen ze te zwelgen op hun sofa's, zoals vandaag. Nog nooit in de mensengeschiedenis was de dreiging zo totaal en zo dodelijk. Ook niet-christenen
hebben het angstige gevoel dat we met volle vaart afstevenen op het grote Armageddon. Intussen leven we als in de dagen van Noach, als vlak voor de verwoesting van Sodom. We eten en drinken, trouwen en geven ten huwelijk. We kopen en verkopen, we bouwen en planten. We hebben onze randstad 5 meter beneden de zeespiegel gebouwd. En almaar stijgt de temperatuur. Waar zijn we toch mee bezig? En toch, ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Om over na te denken 4. Lucas 12, vers 35 tot en met 40. En u, wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. De Heer Jezus komt voor een gelovige niet onverwachts. Waarom niet? Lezen Jacobus 5, vers 10 tot en met 12. Volharding. Mijn broeders, neemt er een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed. Maar laat uw ja, ja zijn, en uw nee, nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Er ligt dus in die verzen die hij schrijft aan de arme christenen een belangrijk geestelijk principe. Hij zegt als het ware: denk vanuit de toekomst naar het heden toe. Bekijk het heden, of je nu arm bent of rijk, vanuit de toekomst. Die toekomst is het oordeel van God. En dat is de wederkomst van Christus, de rechterstoel. Wij moeten nadenken, waar gaat dit op uitlopen? En daarom, hoe kijken wij aan tegen armoede, tegen rijkdom? Hoe gaan wij om met ons geld? Geeft de Heere ons veel, hoe gaan wij dan om met deze overvloed? Geeft de Heere ons weinig, zijn we dan in staat tevreden te blijven? Want er komt straks een compleet nieuw bestaan voor ons. Hij zal het regelen. Een voorbeeld van volharding en geduld van de profeten, vers 10, is Noach. Deze zei: ik wil eerbiedig Gods woord geloven. En ik wil doen wat God mij heeft gezegd. Wij hebben ook niets concreets. Wij kunnen de Heer Jezus ook niet aanwijzen. Het was in de tijd toen Roemenië nog onder de communistische knoet zuchtte. Het onderwijs stampte de jonge mensen in: er is geen God. Dat dogma werd dwingend opgelegd. Een jong meisje kon dat niet, maar getuigde van haar geloof in haar Heer en Heiland. Haar lerares tartte haar: wijs hem dan eens aan. Ja, hoe moet je dat dan doen? Ga naar de conciërge, zei ze. Haal die eens op. En dat deed het meisje. En die conciërge die kwam. Zie je wel, die conciërge bestaat. Die kun je aanwijzen. Die kun je laten opdraven. Haal jij nu God eens op. Daar zit je dan. Het geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Er werd op de deur geklopt. De juf zegt tegen het kind wat bij de deur zit: doe eens open. Dat kind doet de deur open, maar er is niks. 2, 3 keer. De juf wordt boos. Dan beent ze zelf naar de deur. Ik zal zelf wel eens gaan kijken. Ze heeft 1 schreeuw gegeven en ze is dood neergevallen. De Heere liet dat meisje niet alleen. Het was de zekerheid van de dingen die je niet ziet. God bestaat
en wij dienen rekening te houden met hem. Ja, voor hem te leven. Ook vandaag kunnen we Gods weg niet verklaren en niet vertellen dat dit en dat daarom gebeurt. Wees maar voorzichtig. Job, een kind van God, is geen goedkoop zondagsschoolverhaal. Hem wordt alles afgenomen. Hij eindigt met: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Maar daarna komen er nog heel andere dingen. Hij zal de dag van zijn geboorte nog vervloeken. Heel Job is één grote worsteling met het waarom van het lijden in zijn leven. Zijn drie vrienden zijn drie typen van mensen. Ze gaan allemaal uit van dezelfde redenering. God straf je als je gezondigd hebt. Dus Job moet gezondigd hebben. Biecht het maar op wat je gedaan hebt. Alle drie maken ze dezelfde fout. Ze perken God in hun denken. Ze passen God in een doosje. Maar God is veel groter dan ons denken. Uit de antwoorden van Job blijkt dat hij eigenlijk dezelfde theorie aanhangt. Ik heb geen zonde gedaan, dus God moet mij zegenen. God is eigenlijk niet eerlijk om mij zo te straffen. Job spreekt tot zijn vrienden, maar ook tot God. Hij daagt God als het ware voor de rechter. Hij gaat tegen God in. Hij verwijt God, maar in dat alles klampt hij zich steeds weer aan hem vast. Job 19, vers 25. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. De mens Job is in de oefenschool, in de oven, om een bruikbaar werkstuk te worden. Om over na te denken 5. Op welke wijze kunnen mensen als Job en Jeremia voor ons voorbeelden zijn van lijden en van geduld? In het tweede gebod verbiedt God ons om beelden te bijtelen van hem en ons daarvoor te buigen. Hij zelf is ons te hoog. Ons past het alleen te buigen met lege handen. Geen beelden dus. Maar wel klinkt in deze wereld en op onze straten de naam van God. Zij gaat van mond tot mond. Die naam is wel hanteerbaar. Wij hebben die immers gehoord. De stem van God sprak en wij kennen nu zijn naam. God maakt zijn naam zelfs tot een gebruiksartikel die mensen mogen gebruiken als het echt nodig is, om voor de waarheid te getuigen. Als er geen andere getuigen meer zijn dan je eigen hart om aan te geven dat het waar is, dan mag het. Dan is de naam van God een sleutel die ons tot vrijheid van geweten brengt. Daarvoor wil hij zijn grote en heilige naam laten gebruiken. Dus misbruik van die naam is aangeven dat zijn naam waardeloos voor je is. Aan de naam van God, tot onze vreugd nabij, kunnen mensen zich nu gaan vergrijpen. God zelf bewoont een ontoegankelijk licht, maar zijn naam ligt op mensentong. God, Heere, Jezus, Geest. Makkelijk eedzweren geeft blijk van het achterloos uitspreken van dubieuze beweringen. Hoe meer krachttermen, hoe dieper het wantrouwen. Er zal wel iets aan de hand zijn dat hij er zoveel knopen op legt. Bij de gedragscode Integriteit Eerste Kamer staat vermeld: ieder lid handelt bij de naleving van de door hem afgelegde eed of belofte in overeenstemming met beginselen van integriteit en betrouwbaarheid.